Gegroet, sappige vuurwerkspetters van me. En welkom bij mijn 2015 oudejaarsconferentie zonder grappen. Dit is eigenlijk best wel een serieuze video. Ik ga niet keihard zeiken en schreeuwen. Speciaal voor de mensen die dat wel willen, kan ik eventjes gauw dit plaatje in beeld gooien. Het is een plaatje van een vrouw met borsten, maar die heb ik eigenlijk weer weg moeten censureren. Dus eigenlijk gaat het helemaal nergens over. En verder kan ik nog wel een klein dingetje zeggen over goede voornemens, weet je wel. Van oeh, 1 januari ga ik mijn leven beteren. Ik ga meer sporten. Ik ga stoppen met roken. Ik stop met mensen lastigvallen in het algemeen. Dat vind ik kut. Ik haat goede voornemens. Heb ik toch nog een beetje haat in de video. Het slaat nergens op. Als je iets aan jezelf wil veranderen, doe het. Ga niet fucking wachten tot 1 januari omdat je een lafaard bent. Dankjewel. Ik vind het zo bullshit. Als je wil stoppen met roken, stop met roken. Ga niet zeggen, nee, ik stop over een maand wel. Maar dan doe je het toch niet. Bijna alle goede voornemens worden gebroken, omdat goede voornemens voor zwakkelingen zijn. Zwakke zwakkelingen. Dus wat zijn mijn goede voornemens? Minder goede voornemens. Dat is mijn goede voornemen. Dat is dan weer een soort van paradox. De vorige jaren deed ik iedere keer op Oudjaarsdag een Binding of Isaac gameplay van een uur, waar ik gewoon ging praten over wat ik dit jaar heb gedaan en volgend jaar wil bereiken. Nou moet ik zeggen, 2015 was best een cool jaar, maar ik heb ook weer geen super mega relevante dingen gedaan. Zeg maar, vorig jaar natuurlijk het overlijden van mijn vader en ik ging een nieuwe opleiding doen. Er gebeurde zoveel, echt totaal nieuwe dingen. Nu doe ik gewoon chill met de dingen die ik heb. Dus ik dacht, ik doe het een keer wat anders. Ik doe mijn 2015 met 10 foto's. Dat zijn foto's van mijn Instagram, want ik dacht, weet je wat, ik scroll gewoon door al mijn Instagram foto's van het jaar. 10 foto's springen eruit en beschrijf mijn jaar het beste. Ga ik daar een beetje over lullen. Dus eigenlijk is het niet eens een hele grote grappige zeikvideo, maar gewoon een video van, hey, ik heb een paar dingen gedaan dit jaar. Leuk, hè? De foto's staan op willekeurige volgorde. Er is niet echt iets van, wauw, nummer 1 is zoveel beter dan nummer 2. Het is, ik doe maar wat. Dat moet je onthouden. Ik doe maar wat. Volg me trouwens eventjes op Instagram als je net als ik een halve appelbillet in één keer in je bek kan stoppen. Nummer 10. Op deze foto zie je mijn gigantische, veel te snel uitbreidende boekencollectie. Ik koop fucking veel boeken op bol.com met mijn geld, prop ze in een kast en ik lees ze niet. Letterlijk, van de 30 boeken die ik dit jaar heb gekocht, heb ik er 2 uitgelezen. En ja, dat waren best leuke boeken. Het doel is gewoon dat als ik uiteindelijk op mezelf woon, ik gewoon al mijn muren kan behangen met boekenkasten vol boeken met woorden erin. De afgelopen tijd heb ik onder andere deze boeken gekocht. Pikhal, God is not great, Animal Farm, de hele fucking Harry Potter serie in het Engels, ik heb hem ook al in het Nederlands, waarom doe ik dit? En natuurlijk ook, de fucking Game of Thrones boeken, nummer 9. Een groot hoogtepunt van 2015 was toch wel die helemaal lijpe kijker die gewoon van zijn eigen geld een fucking PlayStation 4 had gekocht en die naar mij toe had gestuurd. Dat was gewoon echt eventjes voor mij een realisatie van wauw. Sommige mensen hebben gewoon zoveel voor je over. Die vinden wat jij maakt op het internet, wat ik gewoon even uitkak en erop smeer. Vinden sommige mensen zo tof dat ze dat gewoon doen. De PlayStation 4 staat natuurlijk in het rijtje van de andere fantastische fanmails. Die gast die 100 euro aan eiwitshakes stuurde toen ik zei dat ik eiwitshakes voor sukkels vond. En die gast die zijn eigen poep stuurde, maar dat was in 2013 of zo. Mooie tijden, mooie tijden. Mooie tijden. Poep in de post. 8. Ander best wel cool ding uit 2015 was dat ik ben begonnen en ben gestopt met bowlen. Het zat namelijk zo, heel veel vrienden van mij gingen studeren in Amsterdam. Iedereen ging zijn eigen kant op en we wilden toch een beetje bij elkaar blijven. Dus gingen we eens in de 2 weken bowlen. Maar niet zomaar bowlen, nee, we deden mee aan een fucking toernooi. We hadden onze eigen teamnaam, hebben nog heel lang over nagedacht. We twijfelden tussen Gerard Bowling, Guacabole en Ebola. Dat is guacabole geworden. We hebben meegedaan. We waren verschrikkelijk. We zijn laatste geworden. We kregen een mooi speltje. Bowlen is fantastisch leuk. Vooral als je bier op hebt. Onthoud dat. 7!
In 2015 ben ik ook met volle enthousiasme in de stand-up comedy gedoken. Ik heb een cursus stand-up comedy gevolgd waar je leert hoe je beter grappen kan maken en brengen. Ik heb meerdere keren opgetreden in kleine comedycafés in Amsterdam. Het gaat helemaal goed komen. Het is momenteel nog een heel klein dingetje. Ik ben zeker geen professional, maar dat is het fijne aan stand-up comedy. Je leert door het te doen. Op het podium staan, grapjes maken. En uiteindelijk word je in ieder geval steeds grappiger dan dat je bent. Of je uiteindelijk ook echt grappig wordt, is natuurlijk de vraag. Momenteel is het geen gigantisch ding voor mij. De meeste avonden krijg ik gewoon gratis bier als ik kom. Maar uiteindelijk wil je toch echt iets gaan opbouwen, dat ik daar misschien ook uiteindelijk mijn beroep van zou kunnen maken. Het is super leuk om te doen en echt fantastisch om op zo'n podium te staan. Met een zaal die daar gewoon allemaal klaar zitten voor je verhaal. Het is, zeg maar, op YouTube maak ik ook grapjes, maar bij stand-up comedy is het zo leuk om meteen een reactie te krijgen. In plaats van achteraf te lezen, oh, je was echt grappig in deze video, Rick. Het voelt zo fijn om een grap te vertellen en meteen, hahaha. Dus, stand-up comedy is een dingetje. Kom een keer langs, klootzak, echt. En dan geef ik een livestream, komen er 1000 mensen, zeg ik, hey, ik treed op in Amsterdam. Komt er niemand? What the fuck, jongens? Je doet me pijn. Zes. Ik weet niet precies waarom ik deze foto ertussen heb zitten. De zomervakantie was gewoon super chill. Strand is best chill. Desperado's zijn best chill. En dit is één van de enige foto's op Instagram waar mijn tepels goed te zien zijn. Doe ermee wat je wilt. Vijf. In 2015 heb ik ook het eerste jaar van mijn opleiding scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Daar ben ik heel blij mee, want het scheelt een hele grote bak stress. Het eerste jaar moet je namelijk halen. Je moet zoveel studiepunten halen. Als je dat niet haalt, flikker je ze van de opleiding af. Als je helemaal in het tweede jaar zit en je haalt gewoon 0 studiepunten, dan is het gewoon zo van, Rick, waarom haal je geen studiepunten? Geef ons meer geld. Probeer het volgend jaar nog een keer. Nou is het niet de bedoeling dat ik 10 jaar over mijn studie ga doen, maar je bent in ieder geval iets minder aan het stressen. Als ik nu in één keer hoor, Rick, je mag morgen een jaar naar Amerika. Maar in dat jaar heb ik net even 1 toets. Fuck it, ga ik wel gewoon heen, joh. Dat is toch, zeg maar, op de universiteit ben je veel meer een zelfstandige dude. Niet zoals op de middelbare school, dat je in uni komt en je ouders worden meteen gebeld. En dat is gewoon fijn. Het is gewoon fijn om een zelfstandige man te zijn. Verder is scheikunde gewoon superleuk. Lekker dingen mengen en niet dood proberen te gaan op het lab. Ik heb het naar mijn zin, maar in ieder geval. In het lijstje van coole gebeurtenissen uit 2015 mag de Harry Potter livestream natuurlijk niet ontbreken. De livestream begon eigenlijk puur bij dat ik gewoon heel erg zin had om de Harry Potter games te spelen. En ik dacht, ja, als ik daar allemaal weer series van ga maken, heb ik weer iets van 100 of 200 afleveringen aan Harry Potter op mijn kanaal staan. En die games staan eigenlijk al op mijn kanaal. Ik denk, fuck it, ik ga ze allemaal in één livestream achter elkaar afspelen. En ik dacht, nou, er zullen vast niet veel mensen naar kijken. Ik kondig het lekker op tijd aan. Heb ik bijna gewoon de hele stream lang meer dan 1000 kijkers gehad. Echt zoveel mensen die gewoon de hele nacht hebben doorgehaald om Harry Potter met mij mee te spelen. En gewoon lekker te kijken en te kletsen. Echt zo'n grote steun. Zoveel mensen die het zo tof vonden. Ik moet weer vaker dit soort dingen gaan doen. Meer games in één stream uitspelen. Nog vaker helemaal niet slapen en lichamelijk kapot gaan. Leuk, hè? Dat heb ik allemaal voor jullie over. En voor mezelf, want ik had gewoon zin om Harry Potter te spelen. Expecto dingen! 3-3-3-3. In 2015 heeft deze jongen toch 2 keer voor elkaar gekregen om een paar dagen niet op zijn kamer YouTube video's te maken. Ik ben namelijk 2 keer op vakantie geweest. 1 keer op echte vakantie en 1 keer op vakantie. Daar komen we zo meteen bij. Ik ben een weekje lang met mijn vriendinnetje naar Londen geweest. En dat was echt een prachtige ervaring. Ik ben natuurlijk wel vaker naar het buitenland geweest, maar dan met mijn ouders of op een YouTube tripje met een of andere begeleider. En dit was echt eigenlijk mijn eerste keer echt gewoon met mijn chick ergens heen gaan, daar chillen, iedere dag gewoon doen. Hé, we zijn wakker, waar gaan we heen? Gaan we naar Tate Modern? Gaan we naar het National History Museum? Wat gaan we doen? We eten een kip. Het was gewoon super chill en ik heb het echt heel leuk gehad daar. Dus, goed voornemen, toch nog een beetje. Sowieso in 2016 weer een hele leuke vakantie gaan boeken. Ik weet nog niet waarheen, het liefst naar de maan. Geef me al je geld, kijk meer van mijn video's, dan kan ik een raket bouwen. Dankjewel. Nummer 2. Mijn tweede vakantie in 2015 was natuurlijk het prachtige Nerdy Gamescom 2015. Dit was het derde jaar al dat ik naar Gamescom ging voor Banjo Town opnames. Maar ook gewoon
omdat het gigantisch leuk is om uit te chillen met mijn YouTube-vrienden. Het is ook echt een ding van mij. Ik wil nu gewoon ieder jaar naar Gamescom. Fuck it, ik ga in mijn eentje. Fuck it, ik ga wel fucking liften die kant op. Maar mij helemaal niet uit. Ik wil daar gewoon heen. Lekker nerdy doen. Nieuwe games checken. Lekker praten. Naar mensen kijken die doen alsof ze Super Mario zijn. Fucking cosplayers. Gamescom 2015 is awesome. En 2016 waarschijnlijk ook. Behalve als Duitsland opeens weer nazi wordt. Dan minder. Maar ik ga toch wel heen. Want het is gewoon leuk daar. En als laatste. Maar niet als minste. Eén. Misschien gaan sommige mensen dit niet geloven. Maar deze foto is niet genomen met mijn camera. Dit is gewoon een plaatje dat op mijn mobiel stond. En dat heb ik een keer op Instagram geflikkerd. Maar dit plaatje staat heel goed. Wat ik dit jaar heb gedaan. Gewoon lekker chillen met vrienden. Lekker op de grond zitten. Pizza eten. Raar doen met een Illuminati piramide driehoek op je hoofd. Of je bent een alien. Dit staat gewoon voor lekker gek doen. Met je bros. Want that's what it's all about, toch? Weet je, je moet wel plezier hebben in je leven. Anders kun je net zo goed meteen doodgaan. Nou ja, even kijken op deze video. Een fijn 2016. Zonder goede voornemens, maar wel met een hele hoop plezier. Geluk. Serpent gameplay video's. Kijk ze allemaal. Of niet. Nou ja, in ieder geval. Niet te veel vuurwerk afsteken. Want, de ozonlaag. Doei! Abonneren, reageren, dat lijkt me een goed plan. Abonneren, reageren, la 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 la. Abonneren, reageren, dat lijkt me een goed plan. La 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 la. Abonneren, reageren, dat lijkt me een goed plan. Ja.